Deze week begint het lang verwachte cijferseizoen weer over het derde kwartaal. Het wordt toch wel een interessant kwartaal, denk ik. En met name als we gaan kijken naar de belangrijkste factor, dat is toch de economie. De economie is redelijk tot rust gekomen. In Europa zien we een voortkabbelende economie. Emerging markets lijken de ergste ellende achter de rug te hebben. Met name omdat de olieprijs voor een aantal belangrijke emerging markets toch wel van belang, zoals Rusland en Brazilië, een beetje gestabiliseerd is. En in de Verenigde Staten zien we dat de economie een beetje aan het afkoelen is. Die zullen daar wel wat last van hebben. Die zullen ook wat margedruk hebben vanwege de hogere inputkosten, zoals de uurlonen die omhoog gegaan zijn. Wat we de afgelopen kwartaal hebben gezien is dat de belangrijkste winstmeevallers kwamen door kostenbesparingen, met name in Europa. En dat is ook een factor die je ook weer in het derde kwartaal van dit jaar op geld zal doen. En daar moeten we dan ook de meeste mee- en tegenvallers zoeken. Als we gaan kijken naar andere belangrijke factoren, zoals bijvoorbeeld de dollar. De dollar is 1,11 in het afgelopen kwartaal geweest. Dat was die het jaar daarvoor ook. Dus daar is de tegenwind die we eerder hadden gezien al eigenlijk compleet stil komen te vallen. Nou ja, dat is dan een meevaller. En als we naar de olieprijs gaan kijken, daar is de grootste daling ook al achter de rug. Gemiddelde kwartaal. Was $47 en als je dat vergelijkt met de $51 een jaar eerder, zien we dat het ook daar bijna geen effect meer is. Dus wat dat betreft, met name de oliemaatschappijen, zullen die enorme tegenwind van die dalende olieprijs achter zich kunnen laten. Als we gaan kijken waar de mee- en tegenvallers zich kunnen plaatsvinden, dat zijn dan toch wel bij bedrijven waar nog veel kostenbesparingsmogelijkheden zijn. Dat denk ik wel aan de industriële bedrijven zoals de Philips en de Axo. Ik denk dat daar, en dat hoop ik dan ook, de meeste meevallers zullen zijn.